Hey, goedemorgen, het is dinsdag 23 juni, het is 10:30 en het regent buiten. Oh, wat een rot weer. Mijn werk ging om 10 uur, toen bleef ik liggen. Toen dacht ik, oh shit, ik moet zo aan het werk. Ik moet om 10:30 werken en het regent. Dus ik denk dat ik met de bus ga, maar ik vind dat niet zo leuk, want dan moet ik eerder weg dan als ik met fiets ga. Zien hoe donker het is. Ik weet niet of je het ziet, maar het is echt donker. Overal. Oké, op de camera valt het mee, maar het gaat volgens mij zo regenen. Ik zie die vogels echt zo. Ik ga echt niet op de fiets aan het werk. Wow, heb ik hier nou? Ja. Ik voel me echt zo'n puber met allemaal puisten. Ik ben lekker aardbeien aan het eten. Ik moet 4 uurtjes werken, dus ik ben voor het avondeten weer thuis. Ik ben aangekomen op mijn werk. Wat een popke weer. Jeetje, niet normaal. Maar ja, ik moet om 4:30 werken tot 4:30. Dus tot straks. En ik ben weer thuis. En Ferdy maakt eten. Chef. Groene soep. Groene dopertensoep. Met avocado. Avocado. En wat nog meer? Doperten. Munt. Geitkaas. Geitenkaas die ik wel mag. En gerookte kipfilet in plaats van bacon. Ah. Ja. Nou, aangezien ik net gewerkt heb, ga ik even een broodje eten. Kleine mensen dingen. Maar je bent nu zo onredelijk dat het bijna gewoon Ferdy had soep gemaakt die ik niet lekker vond. En ik vond het zo lullig omdat hij eten had gemaakt. En... maar ja, dus ik heb net dus patat gegeten en een frikandel speciaal. Het is 9:10. Ik ga even snel 2 vlogjes editen. Ja. Zo, ik ben klaar voor vandaag. Oeps. En morgen shoppen, daar heb ik zo'n zin in. Maar ja, Ferdy kwam mijn chips brengen en thee. En cola. En cola had ik zelf meegenomen. Maar morgen gaan we naar Almere. We gaan nog even langs de Primark. Want ik moet nog wel even wat dingetjes halen. Sokjes en zoietje. En dan gaan we kijken voor bruidskleding. Daar heb ik echt zin in. Ik vind het ook wel spannend. Ondanks dat we over 2 maanden gaan trouwen. Ons trouwkaart. Oh, het is allemaal gewoon te spannend. Hey, ik heb na het editen nog... 2 uur lang op de website van IKEA gezeten. Naar meubels kijken en weet ik veel wat al. We hebben niet zo heel veel nieuwe meubels nodig. Maar weet je, je gaat toch een beetje kijken en zo. Dus ja, en toen dacht ik, nee, ik moet echt gaan slapen. Want mijn wekker gaat morgen om 6:30. Dus ik ga slapen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Eet abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie morgen. Welterusten. Doei. Be your own kind of beautiful.